En de regering heeft nog geen overeenstemming met Oppenheimer kunnen bewerkstelligen. Tijdens de afgelopen 2 weken zijn er onderhandelingen gevoerd over de herschikking van de schuld van circa 800 miljoen US dollar. Er kon met name geen overeenstemming worden bereikt over de mate van schuldverlaging en een lagere rente. De bondholders van Oppenheimer hadden hun eigen bod, maar dat zal Suriname ten nadele komen. Minister Achai-Bezing wil een eerlijke deal voor Suriname. Eerder zijn wel succesvolle onderhandelingen gevoerd met de Club van Parijs. De hoop was dat dit ook voor de bondholders van Oppenheimer zou gelden. Minister Achai-Bezing blijft desondanks positief. Mijn deur blijft openstaan. Ik hoop dat de bondholders de realiteit van de situatie in Suriname beseffen en hun verantwoordelijkheid nemen, aldus Achai-Bezing.